Ik heb het idee dat ze straks in één keer naar beneden kletteren met z'n allen. Oh, oh. Oh, nee. Zo durf ik wel. Hoi. Oh, shit. Ze kunnen er door nu. Oh, my god. Nee, 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 nee. Dames en heren, de lucht is blauw. Wel wat wolkenvelden met plaatselijke regenbui. Maar het is weer licht, dus dat scheelt. Wat ik net even heb gedaan in de tijd dat het nog donker was en jullie aan het wachten waren tot ik eindelijk weer zou beginnen met aflevering 2, is heel eventjes de vloer aangepast. Even deze muur doorgetrokken en alles eventjes mooi vierkant gemaakt. Dus kleine aanpassing tijdens dat we offline waren. Het vlees is gebakken, dus we hebben lekker kippenvlees. Even eentje eten. En dan gaan we verder in de mijn waar we gebleven waren vorige keer. Want we moeten uiteraard gewoon iron vinden. Dus we gaan naar buiten. We gaan op zoek naar ironen. Dat is hier, de mijn. We hebben 32 fakkeltjes mee. Dat moet genoeg zijn om überhaupt gewoon eventjes wat te vinden. Ik heb nog steeds geen schep. Maar ik zal de gravel met mijn blote handen wegschrapen. En hier hebben we weer steen. Dus hier kunnen we rustig verder met steen weghakken. Ik blijf erbij dat ik dat een eng geluidje vind. Het moet natuurlijk licht blijven. Is dit gravel? Nee, dit is geen gravel. Dit moeten we wel wegminen. Nog steeds geen iron. Ik vind het jammer. Ik had gehoopt er toch wat te vinden. Ik hoor ook gewoon dingen lopen. Ik heb het idee dat dit zeg maar ervoor zorgt dat ook iedereen die aan het kijken is moet plassen zometeen. Maar het is even niet anders. Ik ben toch niet gek? Iedereen hoort... Oh, hallo. Hallo? Is daar iemand? Oké, wat we doen. Ik hak deze weg en we kijken of er enemies in de buurt zijn. En naar het zwaard. Zo. Hallo? Wat is dit? Wat zijn dat voor particles? Is dat greyfish? En waarom groeit die gras? Even wat licht in de brouwerij. Even die creeper aan de kant. Dan kunnen we hier rustig iron hakken. Was er nog meer hier? Of alleen een creeper? Ja. Hi. Nou, heb ik u. Hi. Oké, die is kapot. Ik haat vleermuizen. Er kan in ieder geval geen creeper of zombie meer doorheen. En dat doen we ook gewoon heel even aan de andere kant. Gewoon omdat we totaal niet bang zijn voor dood en verderf in de eerste afleveringen van de Survivor. Oh, daar ligt ook allemaal iron. God damn it. Oké. Jongens, we hebben onze eerste iron. Het is een feest. Ik ben gewoon voor de veiligheid, hè, dames en heren. Ik heb het idee dat als ik dit hier boven me weghak... Ik weet niet of het particles zijn omdat het gravel is. Of als ik dit weghak, dat er dus zometeen allemaal greyfish op mijn dak vallen. Ik vind het eng. Ik vind het spannend. Ik ga het niet doen. Ik ben te nieuwsgierig. Ik ga hem weghalen. Huh! Niks. Er komt alleen een strontlading aan grind op je dak vallen als je dit weghaalt. Weer een pickaxe naar de kloten. Dank u. Overtje, jij mag even zo aan de slag. Dit kool doen we daarbij. We hebben 4 flint en zaad. Zaad hebben we ook. Zaad. Een pickaxe en een zwaard in iron vind ik nog wel nuttig. Flint en steel vind ik handig. Maar ja, voor de rest niet. Het is ook al nu alweer donker. Jongens, hoe snel wordt het donker in deze wereld? Hoe lang duurt een dag? Naar mijn idee veel te kort. Ik kan geen chestplate maken. Daar heb je de 8 voor nodig. Shit. Ja, tuurlijk, Kevin. Heb je er de 8 voor nodig. Verdorie. Nou, wat we dan doen is in ieder geval een helm. Dan kunnen we die terugtrekkende haargrens van mij bedekken. En dan heb ik er nog 2 over. Ja, daar kan je ook geen schoen... Ja, 1 schoen kunnen van maken. Hè? Of een broekspijp. Maar voor de rest niet zoveel. We kunnen er ook geen emmer van maken. Shit. Zo. We kunnen er amper doorheen kijken, maar ik vind het hartstikke mooi. Ja, we hebben zaad. Maar ja, hè? Geen iron met een emmer. Dus misschien moeten we toch nog 1 iron ergens vandaag aan toveren. Dan gaan we toch maar weer die cave in, met die enge geluiden. Op zoek naar een iron. Zo. En eens even kijken wat voor moois we hier allemaal kunnen vinden. Hallo. We gaan gewoon weer voor de veilige weg, hoor, dames en heren. Zo, we maken het gewoon weer dicht. Daar ben je weer, hè? Naar beest. Kom hier. Kom hier. Ik wil geen vleermuizen in mijn omgeving. Ik heb dus hier in mijn hal, in mijn huis waar ik echt zit, niet in Minecraft. Daar vliegen dus ook af en toe vleermuizen door de portiekhal van het appartementencomplex. Fucking creepy. Dan durf ik de hal ook gewoon niet op. Want die komen zo rakelings langs je hoofd.
Brr. Het is hier wederom best wel donker. Ik hoor lava. Dat is goed, toch? Lava is vaak een goed teken. Maar het stopt hier. Ah, kijk. Lava. Hartstikke leuk. En met je water opgooien, zodat we obsidian hebben. Maar ik hoor lava hier rechts. En links. Dus hierachter zit ook nog lava. Even kijken. Alsjeblieft, stroom niet, zeg maar, gewoon deze ruimte binnen. Oké, kijk. Dit is chill. Dan denk je lava te vinden. Daar liggen altijd de goede spullen. En dan vervolgens ben je hier weer 36.000 kool aan het weghakken. Misschien ligt er iron achter. Dat hoop je dan nog. Maar laten we die hoop maar gelijk weer weggooien. Want dit is wederom alleen kool. Toch de kant waarvan ik had verwacht dat daar de echte good stuff zou liggen. Oké. Oh! Surprise, motherfucker. Hallo! Hij stond daar ook echt alsof hij, zeg maar, een aankondiging had van: het is mij, zombie. Ik denk dat we verder naar beneden moeten, dus laten we deze kant openmaken. Nou, ik doe eerst het hier even licht maken. En, ja, rustig maar. Stil. Jezus. Ja, jongens, ik zoek jullie ook, hoor. Jezus. Yes. Ik heb het idee dat ze straks in één keer naar beneden kletteren met z'n allen. Oh. Oh, nee. Nee. Kom dan. Hè? Kom dan, jongens. Hè? Kom dan. Oh, joh, het zijn echt vet veel, hoor. Zo durf ik wel. Hoi. Oh, shit. Ze kunnen er door nu. Oh, shit. Oh my god. Nee. Hoezo zijn het er zoveel? Wat is dit? Sorry voor mijn gefocuste. En nog zijn ze niet dood, hè? Ah! Zo. Geen zombies meer. Mossige stenen, die zijn mooi. En we hebben waarschijnlijk goede loot, dames en heren. Kijk, een enchanted book. Gunpowder. Golden apple. Graan. Golden horse armor. Iron horse armor. Nice. Nog geen zadel, maar we kunnen in ieder geval paarden voorzien. Dit is toch dit is best een goede vangst. Ik denk dat ik wel eventjes de mossstone nog mee ga nemen. Dat vind ik altijd wel mooi om mee te bouwen ook. Hier kwam het hele zootje naar beneden toen ik het weghakte. Dus ik laat die bovenste aan het plafond gewoon hangen. Al die gravel die kwam naar beneden. Dus dat laten we gewoon even voor wat het is. Hoi jongens. Is het gezellig daar? Ik kom ook even gezellig langs. Hi. Wegwezen joh. Kunnen hier nog een keer terugkomen voor kool. Maar voor iron hoeven we hier niet te zijn. We zijn natuurlijk net hier doorgegaan. Daar zat die spanner. Oké. Dan gaan we gewoon even terug naar boven. Voordat de enge geluiden ons inhalen. Misschien dat we even dat plan wat ik had. Dat we door de, over de muur naar dat stukje. Hallo? Hallo? Hey! Jongens, rustig. Rustig nou. Meneer, kan ik met u ruilen? Oh, maar u verkoopt alleen dingen voor emeralds. Ja. Wilt u anders hier in de buurt blijven? Dan heb ik vrienden. Ja, kom. Deze kant op, meneer. Kom. Ik zoek vrienden. Ik ga je in mijn huis opsluiten. Nee. Meneer, ik weet niet wat u aan het doen was, maar ik ga naar binnen. Ik snap hier helemaal niks van. Meer brood. Lekker. Dat kunnen we oppeuzelen. Dan zit ons leven weer vol. Ja, we moeten toch. Meneer, wat heeft u gedaan?
U bent onzichtbaar. U heeft een onzichtbaarheidsdrankje gedronken. Meneer! Ik vind het bijzonder. Ja, ja, echt waar. Oh, goed. Jongens, ik ga hem hier afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het was een enerverende aflevering. We hebben best wel wat mooie spulletjes bemachtigd. Maar helaas niet de iron waar we naar op zoek waren. In ieder geval, we hebben wel wat iron voor het zwaard en de helm. Maar niet, net niet genoeg om op door te groeien. Dus dat zullen we toch nog moeten doen voordat we een farm gaan aanleggen. Misschien dus aan de andere kant van die muur. Maar dat zien we volgende keer wel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.